Dag beste kijkers en welkom bij de eerste boekreview. Hopelijk vinden jullie dit concept leuk. Ik hou ervan om wat te lezen, dus ik zal mijn passie met jullie zeker delen op dit YouTube-kanaal. Laat een duimpje omhoog achter als je het tof vindt en voor meer video's van mij abonneer je zeker op mijn kanaal. Laten we eraan beginnen. Dit is de eerste boekreview. Het boek dat ik ga reviewen is eentje dat ik eigenlijk nog voor mijn examens in januari gelezen heb. En dat is De Speler van Fyodor Dostoevsky. De Speler is een klein boekje, telt maar 127 pagina's. Maar dat is toch wel handig, zeker voor mensen die dan niet gewend zijn om klassiekers te lezen. Want de schrijfstijl kan mensen wel wat afschrikken. Ik weet het wanneer dat ik met klassiekers begon te lezen, dat de schrijfstijl wel wat anders is als nu. Dat in combinatie met vertalingen uit het Russisch geeft een vreemd effect. Maar dit is werkelijk een tof boekje om mee te beginnen. Klassieke Dostoevsky. Je ziet het aan zijn stijl. Er zijn ook boeken van hem die veel dikker zijn. Zoals deze, Boze Geesten. Dat is een boek van 777 pagina's. Dat is veel meer. Dus echt, dat is echt een klapper. Dus ik zou wel aanraden om met zo'n model te beginnen. Het is niet het enige natuurlijk van hem. Dat iets kleiner is. Bijvoorbeeld hier nog een onaangename geschiedenis. Kan zeker ook gelezen worden, is ook een kleiner model. Maar hierbij kan ik u verzekeren dat je Dostoevsky echt zou appreciëren voor waar dat hij voor staat. Mensen die aan klassiekers willen beginnen. Dit is echt wel een aanrader volgens mij. De Speler is ook iets minder bekend, denk ik. Alhoewel dat die verfilmd is, maar daar kom ik later wel nog op terug. Het boek zelf, De Speler, gaat over een privéleerkracht, genaamd Alexei Ivanovich. En die is met zijn baas een Russische generaal. En het gevolg van die baas, zijn stiefdochter, zijn twee kinderen, een Engelsman, een Fransman, twee Franse dames van iets hogere stand, op reis, op bezoek in een Duitse stad genaamd Roulettenburg. En de naam is wel heel opvallend. Genomen waarschijnlijk voor het gemak, omdat het makkelijk is om te begrijpen waar dat het over gaat. En misschien is het een beetje een raar gevolg, maar je zult doorheen het boek te weten komen waarom dat dit gevolg eigenlijk bij elkaar is. Nu, de generaal en zijn kinderen waarvoor dat Alexei werkt, dat is wel logisch dat hij daarvoor mee is. Maar al de rest is toch wel een beetje raar. En komt in verschillende situaties terecht, waarbij dat je te weten komt dat Alexei toch hiervoor een soort van halve gokverslaving had. Of misschien zelfs een volledige, je komt het niet echt te weten, het is wat ambigu. Maar wat het boek zo goed maakt, is dat je kijkt uit de ogen van die protagonist en ziet waar dat heel het gevolg eigenlijk zijn fouten maken. De generaal heeft schulden bij die Fransman, er loopt van alles verkeerd en uiteindelijk
zal er een evenement gebeuren waardoor dat heel het gevolg, eigenlijk heel de situatie van het gevolg in duigen valt. En dat is echt wel een sterk moment in het boek. Je voelt echt de pijn die dat Alexei heeft, zeker omdat je al aan het kijken waart, je weet wat dat zijn situatie was, je weet hoe dat hij ziet, welke gevoelens dat hij persoonlijk heeft voor verschillende mensen in de groep. En dat komt sterk naar voren. Nu, hetgeen wat nog sterker is, wat dat echt geniaal is volgens mij, is dat je ziet eigenlijk al die domino-steentjes vallen. Eén voor één gaat het slecht met de verschillende mensen in de groep. En je ziet dat Alexei, dat de protagonist die mensen wil helpen, dat hij probeert ze te helpen. En dan de moment dat het zijn beurt is om te vallen, dan weet je echt hoe dat hij zich gevoeld heeft, aangezien dat jij in dezelfde positie terechtkomt als waar dat hij in stond. U als lezer ziet eigenlijk hetzelfde aan wat hij moest aanzien voor het geliefde karakter. Wanneer dat Alexei valt, is er niks anders wat dat u als lezer kan doen dan voortlezen. En dat is het trieste. Je kunt hem niet helpen. Er is niks dat je eraan kan doen. Heeft u gezien met welke passie dat ik sprak? Dat is nu het sterke aan Dostojevski. Dostojevski kan een mens echt meesleuren in zijn verhaal. En zeker met de personages. Er zijn andere verhalen die ook goed zijn van hem, die minder over effectief die personages gaan, of juist soms meer dat ingaat op hun gedachtegang. Maar er zullen zeker nog boekreviews van hem komen. Ik ga alleen een beetje afwisselen, natuurlijk. Ik ga niet elke week een Dostojevski review. Andere tips dat ik u kan geven is dat het boek ook verfilmd is. Er is een film uit 1997 met Michael Gambon. Ik heb enkel de trailer gezien, ik heb de film nog nooit gezien, maar het ziet er redelijk goed uit. Het gaat ook voor een deel meer over de omstandigheden waarin dat Dostojevski dit boek moest schrijven, volgens mij. Neem er mijn woord niet op, maar ik dacht dat hij een reeks van boeken, onder andere deze, De Speler, op heel korte tijd moest schrijven, een week of zo, en dat hij dat samen gedaan heeft met zijn nieuwe secretaresse. Alleszins, de trailer zal in de descriptie staan. Zeker eens bekijken als je interesse hebt in de film of als je niet zo graag leest. Voilà, dit was de eerste boekreview. Hopelijk vonden jullie het interessant, leuk. Vind je het concept goed? Laat mij zeker weten wat dat je ervan denkt. Ik hou persoonlijk enorm van YouTube-video's. Er zijn mensen die dat niet zo graag hebben in mijn buurt, die zeggen van, oh, schrijf toch een blogpost erover. Ik heb eigenlijk veel liever een videoformaat. Ik ben ook niet de beste schrijver. Ik schrijf wel af en toe iets. Ik schrijf graag, maar eigenlijk spreek ik liever. Als je het concept goed vindt, laat zeker iets weten in de comments. Duimpje omhoog, zoals ik al eerder zei. En als je meer wilt zien, ik zal het wel op mijn Twitter zetten, misschien op Instagram, misschien op Facebook. Zeker bekijken en subscriben natuurlijk. Dank jullie wel voor het kijken naar deze eerste boekreview.